Goedenavond iedereen, mijn naam is Lisa Asselbergs. Ik ben Miss Wellness Media 2019 en we zijn hier vanavond aanwezig op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Ik heb hier bij mij... Julie Wijnrocks van Sint-Truiden. Ja. U hebt een eigen zaak, heb ik vernomen? Ja, Food & Facials. Food & Facials, dus jouw passie is, neem ik aan, ook gezichtsverzorging, gelaatsverzorgingen? Ja, alles wat met huidverbetering te maken heeft en met het gelaat. Dus ook wimpertjes, make-up, alles ja, van huidverbetering. En de food staat eigenlijk op de orthomoleculaire voedingsleer die ik gaan bijdoen ben. Omdat ik toch merk dat er heel veel van binnenuit komt. Wat we ook zeker en vast kunnen oplossen door voeding. Ja, oké, super. Dat klinkt heel interessant allemaal. Waarom heb jij deelgenomen aan deze misverkiezing? Ze hadden mij gevraagd en ik had eerst zo'n beetje mijn twijfels van zou dat wel iets voor mij zijn. Maar ja, mijn vriendinnen en zo, ze zeiden van, och doe dat, je moet maar zien waar je geraakt. En nu heb ik er sowieso al geen spijt van. En ik wil vooral groeien als persoon en ook voor mijn zaak. Dus daarom ga ik deze kans grijpen. Je hebt gelijk. Waarop denk jij dat de jury gaat letten op de finale show? Sowieso de inhoud van iedereen en ik denk ook wel de groei. Dus ik hoop op een goed einde. Ja, leuk. En wat zijn je plannen voor daarna? Na de misverkiezing bedoelt je? Ja. Gewoon mijn zaak verder uitbouwen en eventueel nog meerdere apparaten aankopen voor echt op die huidverbetering te gaan werken en misschien ook met lichaam. Oké, klinkt allemaal heel interessant. Ik wens je veel succes met verloop van deze verkiezing en geniet ervan. Ja, dat zal ik zeker doen. Oké, fijne avond. Dag.